Ja, want daar is die, de rode panda. Nou, toevallig loopt hier nog eentje heel dichtbij. Een rode panda. Dat is geluk hebben. Ja, ook nieuw. Deze hege toren hier. Gethematiseerd als vogelnest. Ooievaarsnest. Deze is nieuw hier buiten. Ja, kom eraan. Ja, dat is wel. Ja. Kijk eens, een babyleeuwtje. Tussen ze? Leuk, hè? Hoi. Hoi. Nou, dus wat voorheen de anderen zitten, zitten nu de wilde honden. Ook nieuw is natuurlijk deze glijbaan met klimrek. En kinderen tot 4 jaar onder begeleiding. Mooi gemaakt, zijn hier goed bezig in Gaia.
We hebben het hier dan over de Afrikaanse wilde hond. Net een stukje film van de andere kant. Ze hebben echt een mooi groter gebied gekregen hier. Ook nieuw, de Savannah Lodge. Je krijgt je blanche daar, koffie met gebak, flamkuchen, borrel. En natuurlijk word je bediend. En ze hebben een mooi terras erbij gemaakt. Een terras heeft een uitkijk op een vijver met net eroverheen, met vogels erin. Je hoort waarschijnlijk achterdoor hoe je ze al de flamingo's. En de Savannah Lodge is geopend op 7 juni 2019. Dat je al ziet daar. Complete gebied hier heraangelegd. Hier zat er voorheen de wilde Afrikaanse honden. Dat is nu compleet een vogelgebied geworden hier. Met achter natuurlijk als topper de flamingo's. Hier kun je lekker zitten en naar vogels kijken. En binnen lekkere Blanche d'Ail koffie. De toegangsdeur natuurlijk naar het verblijf. En daar zijn ze. Een hele grote groep. Ik weet niet hoeveel. Prachtig gewoon deze dieren. Nou, ook kijk maar heel even kort erbij. Ja. De giraffen wel blijven hier.
ammoniak. Nou, dan krijgen we nog een stukje nieuw hier. Oftewel van die ingenieuze nesten. En hier kun je het zelf inzetten. Het zijn er voorheen 3. Er zijn er nog 2 van, zo te zien. Ja, dat is het.